Ik heb een rij! Oh nee, hier begint het! Jongens, hier begint het achter! Dit is de troll, jongens! Jongens, door het midden! Ik zag die muur al staan, ouwe! Oh, netjes, netjes. Jij dikker! Oh! Je had geluk, jongen. Jongens, Jeroski hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer drie races racen, want ik zit hier samen met Angelo, met Tibo, met Mike, met Ryan en met Max. Hallo allemaal. Oh, dat was een lantaarnpaal. En ik zit hier samen met lantaarnpaal, die me even van de weg gebeukt. Maar, heb je er nou zin in? Ram natuurlijk, als je kijkt, blijft nog steeds super gaaf vinden. De allereerste race is een stuntrace. En ik zie daar al iemand wegflippen, dat vinden we leuk. Goed bezig, Ryan. Welke auto heb jij, Ryan? Rechtdoor. Oh, Max, maat! Ik dacht, ik rem voor Ryan, dan heb ik van hem geen last. Komt hij volle vaart aan tegen me aan. Oh, ik kon hem eigenlijk wel een beetje verwachten. Nee, maar naar boven! Ik kon ook verwachten dat jij gewoon laatste lag, dus ja. Zijn nou gewoon weer laatste, Jan? Ja, ik sta nu wel weer laatste, ja. Eerst een lantaarnpaal, toen een of andere... Wacht, moet je er... Oh, je moet er onderlangs, joh. Je liggen daar mijnen of zo om die weg te blokkeren, lol. Het staat gewoon bij Ryan nu, hè? Ik sta nu wel in het Ryan-lijstje op de 6e plek, maar Ryan ligt voor me. Maar de vraag is, gaat er vandaag weer iemand 3 DNF's halen? Ja, ik, jij toch? Nee, niet ik. Ik heb hem 1 keer gehaald, dan wil ik niet nog een keer. Kijk, ik ben alweer bij Ryan. Oh, dit is een pis. Dat is echt een pisgele kleur, man, Ryan. Gadverdamme. Dat is echt een lelijke geel. Oh, en ik ga daarnaast. Oké, dat is karma. Ik zit Ryan's kleur belachelijk te maken, dan ga ik er zelf naast. Dat is op zich wel logisch. Ja. Maar jezelf belachelijk. Je hebt die kleur gewoon als afleiding genomen, hè? Ja. Inspireert op je hoofd. Opa, kom maar. Dank u. Dus ik heb een pishoofd. Nou. Een piswasserhoofd. Ja, maar wat is het nou weer? Beter. Zit elkaar daar goed op. Beuk elkaar maar door, jongens. Ik lig geen laatste. Wat? Wie ligt de laatste? Ja, wie denk je? Oh, Ryan. Ryan. Wat een lelijke auto heb jij, Ryan. Waarom? Ja, ik heb je ingehaald, dus ik mag je weer bashen, bro. Alles onder controle. Weer een regenboogauto. Nee. Ik heb een mooie oranje, hup, Holland hup auto is dit. Ja? Het is wel een beetje jammer dat er al ruk op het kenteken staat, maar... Ja, dat is, dat is voor... Wat anders. Voor iemand die achter me rijdt. Dat is een echte wanker. En je wordt net een dag grappiger, Jan. Ja, dat rijden achter me ligt maakt het nog grappiger. Zitten jullie al lap 2, jongens? Of? Ja. Echt? Oh shit. Oh nee, ik lig 30 seconden achter. Hey, kunnen jullie elkaar niet even beuken? Oh, hey, jongens. Oh. Dat is echt een anticlimax. Dit was echt een anticlimax, ouwe. Ik dacht, ik kom jullie tegen op het kruispunt. Niemand. Gewoon niemand. Ja, dat was weer spectaculair. Deze auto is echt helemaal niet chill. Nee, dat is ook niet een hele mooie auto. Ja, chill. Dit is echt top. Oké, ik ben nu pas in lap 2. Oh shit, ouwe. Dit is echt... Ja, maar dit vind ik niet leuk. Nee, maar kunnen jullie niet even gewoon... Mike en Tibo dichtbij. Ja, kan je niet even Tibo... Tibo, kan jij niet even Mike, jongens? Nee. Ja, goed zo. Ga zo door, Tibo. Je kan het, Tibo. Ga zo door. Ik maak er niks van mee, maar ik vind het goed om te horen. Kijk, ik leg 24 achter. Tibo valt van de stunt af. Ja, dat willen wij horen. Kijk. Goed zo, Tibo. Goed dat je aan me denkt, bro. Dankjewel. Heb ook eens even een. Dat ging vast geheel per ongeluk ook, Tibo. Nummer 2 ligt helemaal heel ver achter. Ja. Oh, wat? Ik ben weer bij de stunt. Oh, ik zie iemand. Ik ben er weer naast. Goed zo, jongens. Ik kreeg een randje met die entity. Hey Max, niet zo'n pepertje eten, jongen. Ja, ik heb gewoon die stunt 2 keer foutloos gehaald. Ik weet. Lekker bezig. Ja. Ik heb hem ook gehaald. Wordt beter op. Hey, Tibo, je hoeft het maar 1 keer expres verkeerd te doen, hè. Niet 5 keer, hè, Tibo. Ja. Wacht, wie rijdt er achter me dan? Oh, dat is Ryan! Tibo, je ligt laatste! Ja, nee, maar Ryan. Nee, iemand ligt nog achter me. Nee. Echt? Ja, Ryan, die is gewoon aan het... Oh, Ryan is in lap 8. Ryan die volgt mij gewoon, terwijl hij helemaal niet weet waar hij naartoe moet. Die zit Ik lig vierde. Huh? Nee, dat lig ik!
Ryan die ligt een hele lap achter ofzo, wat gebeurt er? Nee, maar Ryan rijdt achter mij, dus dan moet hij 5e liggen, maar hij ligt nog steeds 6e. Dus hij hoort hier, hij heeft gewoon de checkpoint, hij heeft gewoon die stunt helemaal niet gehaald. Maat, Ryan. Hij zit gewoon mij te volgen, doet hij net alsof hij gewoon daar is, maar hij rijdt er helemaal niet. In ieder geval, ik vind het helemaal mooi, want ik heb nu geen DNF'je. En misschien... Ja, ik wist het ook gewoon. Hé, hey, dat was voor het spectaculaire effect. Goed zo, Mike. Goed zo. Ah, zeker. Dank je. Maar, gaat Timo een DNF'je halen nu? Omdat hij geheel per ongeluk de stunt verhaalde. Speciaal bij jou. Ja, dank je. Hé, hey, goed bezig. Oh, hey Angelo, goed bezig. Dankjewel. Nu ben ik nog tweede. Nu ben ik nog tweede. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Oh, Ryan. Oh mijn god. Ryan had nog kunnen finishen. Oh, ja. Oh nee! Ben je gefinished? Oh, hij is gefinished. Ja, finish. Nee, maar... nee, dit is weer DNF nummer 1 voor Ryan. Dit zijn al 4 DNF's achter elkaar, Ryan. Ik heb al gespeeld, ik ben niet de stand bij. Oh nee, hij kan zelf de stand gaan bijhouden, want dan moet gewoon elke race er even optellen. Maar, we gaan natuurlijk nog wel 2 races erachteraan doen, dus op naar race 2. De volgende race gaat beginnen en dit is een spectaculaire glijdrace. En het is 1 lap. Succes. Misschien maakte ik het iets spectaculairder dan het was, maar daar gaan we vanzelf achter komen. Oh, de eerste glijd komt eraan, jongens. Succes, allemaal tegelijk. Nee. Ik zie allemaal mensen van hun motor afvallen. Ik heb hem wel. Iemand haalt hem nu, Max haalt hem nu. Oké, okay, let's go, Angelo. Gast erop, bro. Wij zijn de echte glijdpro's, zie je dat? Wij zijn de pro. Ja. Jij bent ook echt een bochtenpro, zo te zien. Ja, weet je. Oké, dan komt de volgende glijd. Deze is iets verder, Angelo. Ah, dit is wel een leuke race, hoor. Oh nee, ik glijd helemaal. Daar gaan we. Hop. Oh, je moet erin. Ja, je moet hoog. Oh, ik ga veel zo hoog. Wat denk? Ik ben erop. Nee, ik heb hem nu niet. Ik heb hem. Nee, ik kan niet remmen. Wacht, kan ik terugrijden om hem te pakken vanaf boven? Heb je hem echt geland erin, Angelo? Natuurlijk, ik ben glijd. Oh, beast. Jongens, ik sta er bovenop, maar... die kan je niet vanaf bovenop pakken, kan ik je zeggen. Het is een anti-cheat race, dus succes, Ryan. Ik heb hem zelfs, Jan. Echt? Oh, beast, let's go. Er zit een fake checkpoint bij, jongens. Niet te hoog, niet te laag, niet te hoog. Er zijn fake checkpoints, als je check... Ja, je moet het kiezen. Ik haalde echt de checkpoint niet, Mike. Wat dacht je daarvan? Wacht, ik sta geen laatste. Nee, wie staat de laatste? Oh, Thibaut! Ja. Thibaut, we moeten wel even doorrijden, denk ik. Ja, ik haal dit niet. Kom op, motortje. Ja, gaat die... Kom op. Oké, ik ben er eindelijk in. Ik heb hem eindelijk, hoor, jongens. Hè? Zit ik nu weer bij jullie of niet? Ja. Echt? Oh, gelukkig. Ik dacht dat ik veel verder achter stond. Oh, je moet door het gat heen. Helemaal in de hole glijdrace. Ik ga er helemaal overheen. Niet helemaal. Ik ben tegen de muur aan, inderdaad. Dat is inderdaad een neppe checkpoint, ja. Ik dacht, oh chill, die is niet zo moeilijk, want die checkpoint zit gewoon in de lucht. Maar dat, nu span ik weer helemaal achterin waarschijnlijk, ja. Oké, okay, deze is inderdaad wel lastig, jongens. Oh nee, opstegen. Omhoog! Dit is eigenlijk gewoon een go-in-the-hole glijdrace. Van een andere maker. Nee! Oké, glijden. Hoe kon ik zo goed glijden? Ja, Angelo. Oké, nu ga ik veel zo hoog, maar dat is niet erg. Naar beneden. Ik ga elke keer rechts naar. Oh, ik heb hem! Oh, ik heb hem! Let's go! Ik heb als eerste! Oh, let's go, jongen! Lekker, hoor! Maar we zijn nog lang niet klaar, volgens mij. Want volgens mij komen er nog veel meer aan gezondheid bij de W-Ryan. Dat was dat niet! Oh, wie niest er? Het was zo'n schattig niche, ik dacht iets van Ryan. Ja, dat was mijn hoed. Nou, voor wie de nieste, jongens? Gezondheid. Dat was Angela. Ik weet niet waar ik nu aan het rijden ben, maar was dit een race? Ik heb hem dus ook. Ik hoef nu alleen nog maar te rijden gewoon. Oh nee, het zijn 28 checkpoints. Laat maar zitten, we zijn er nog niet. Lekker bezig, Mike die heeft hem ook. En ik ga weer naar de volgende glide, we zijn nog niet klaar. Als het nu steeds lastiger wordt... Oh nee, deze is niet zo moeilijk. Oh, deze kan je cheaten. Oh, deze kan je cheaten, let's go! Hoppa, nice! Ik sta bovenop de race. Ik vind het wel echt een leuke race, man, dat glijden dan altijd. Het is wel een beetje tricky, maar... Oh, we moeten nu in de buis landen. Omhoog, omhoog! Nice, ik heb hem al... Met een BMX glijden is veel leuker, vind ik. Nou, ik vind op een BMX is het lastig, want die is heel wendbaar, zeg maar. Op een motor, dan moet je hem in één keer goed sturen, want je kan hem heel moeilijk kan je hem bijsturen ook.
Ja, mijn voorwiel valt zo heel dit naar voren. Ja, kom op, hè, Thibaut. Ja, nou, niet een voorwiel. Toink, toink. Oh, we moeten door een hartje heen! Oh, we moeten door een hartje heen! Wat schattig toch weer. Ik moet er helemaal alleen doorheen, dat is wel wat jammer, maar... Oh. Nou, als ik het was, Jan... Dan zou ik over het hartje. Ik ben tegen het hartje aangegaan, hij is gebroken. Ik ben erin. Hij is gebroken. En de Mike die heeft er wel gehad. Ja, maar Mike die moet ook wel een vriendin hebben, nee, jongens. Die dacht, we gaan er als eerste doorheen. Die staat ook op een trouwerij en vangt hij als eerste het boeketje. Hop. En Angelo heeft de Dave die alles onder kaart. Ik ga veel te hoog. Ik glijd er helemaal overheen, ouwe. Doe maar jongens, hoe krijgen jullie hem recht en omhoog? Die stapt op de overhand. Timo, nee, bro. Dat is voor een ander. Hij vraagt het ook goed. Maar die was totaal niet dat hij hem door had totdat hij het zei, ouwe. Die was echt mooi. Oh. Kan je je vraag even anders formuleren misschien, Timo? Nee, je moet gewoon naar achter hangen. Ik weet niet hoe je het moet doen. Je moet gewoon naar achter hangen. Ben jij bij de finish, by the way, Mike? Ik ben al gefinished. Echt? Oh! Lekker bezig. Hoe is dat derde? Ik ben nu door de ronde stukjes aan het vliegen. Checkpoint 5. Nee, dit is niet de laatste race, Ryan. Oh, die was beast! Die was zo clean! Oh, let's go! Ik ben denk ik ook bij de finish dan. Ik ben door het hartje gegaan, ik ben door de buizen gegaan. Echt geen gaten. Oh nee, er komt er nog eentje. Oh, de laatste. Nee, ik glijd voor de bed. De laatste! Het is niet voor me weggelegd. Ik kan dus echt niet glijden. Je gaat niet bij het hartje komen dan, Ryan. Nee. Hop. Oh, niet te hoog. Ik ga veel te hoog. Dat is deze checkpoint. Ja, wat doe je? Ja, ik weet niet wat ik deed, maar die checkpoint is echt mij. Kijk, die checkpoint is echt. Let op. Ik span gewoon in die... Zie je? Zie je die checkpoint echt? Alles onder controle. Zegt hij ook... Mike, je zegt het tegen mij, wat doe je? Maar ik ben degene die tweede staat. Moet je even bij die anderen gaan kijken, bro? Hey, ik heb mogen. Dat is gewoon al kansloos, Jan. Dan oh, oké. Ja, die hoef je niet naar te kijken. De shots, ouwe, de shots. Maar, ik ben ook gefinished. Ik vond dit oprecht. Eerlijk, dit was echt een goede glijdrace, ouwe. Dus, Old Flens, als je deze video kijkt en je verstaat me niet, maak er nog even een paar. Oh, zo! Er komt Ryan even langs vliegen, jongen! Wow, yo. Kom op, Ryan, you got this! Ik geloof in je! Ik zie hem nou helemaal in de verte, zie ik hem gaan. Oh, heeft hij hem nou echt? Nee, hij is eronder. Ah, hij kiet hem hangen. Oh, omhoog. Ja, en Max die heeft ze wel. Let's go. Ja, dan gaat Max denk ik nu wel finishen, want die is er bijna namelijk. Maar Ryan, als jij hem nu haalt, dan kun je hem nog halen. Dat was een vangrail, Max. Je knalde alle... Ik vind het zo mooi dat je dan gewoon op die motor blijft zitten. Dat is zo random, jongen. En maak hem een backflip. Ja, je zou hem nog kunnen halen, Ryan, maar Max die gaat nu door deze. Deze is niet zo moeilijk, terwijl ik die zelf vader. En dan gaat hij nu naar de laatste toe, maar even kijken bij Ryan dan. Oh, Ryan heeft hem! Oh, ik spectate hem en hij heeft hem, let's go! Oh, die kan al tegen dezelfde vangrail aan. Oh, je kan hem nog halen, bro, kom op! Ah, makkelijk, want ik heb hem gemist, deze checkpoint. Echt? Oh, dat kan je eindelijk weer finishen, Ryan! Althans. Oh, no! Ja, jawel! Kijk uit voor de muur! Oh, jij hebt hem. Gewoon respawnen. Of je gaat moeilijk de DNF, Ryan. Ryan. Oh. Respawn dan gewoon, Ryan! Wat doe je nou? Oh, ja, mijn god. Ja, maat. Met die fake checkpoint. Nee, ik wist dat die echt was, want ik had die ook niet gehaald. Je moet naar mij luisteren, bro. Dat is ook als hij hem nu niet haalt, hè, jongens. Serieus, nu heb ik de checkpoint. Lekker, Thibaut. Te laat, Thibaut. Ja. Kom op, Ryan. Dit is laatst. Oh. Ryan! Nee, hij heeft het nog gedaan! Hij heeft alsnog een DNF! Bro! Bro, dat is de vijfde DNF achter elkaar, Ryan! Ja, maar met mijn achterbandje. Bro, ja, ik ga hier niet meer over beginnen. Dit wordt weer 3 DNF's in 1 video voor hem. Sorry ook, Angelo en Thibaut. Wel goed geprobeerd, jongens. Maar, dat was een leuke race. We gaan door naar de laatste race van vandaag. De laatste race gaat beginnen en dit is een speciale trollrace voor ons allemaal. Gaat goed dan, jongen. Bro, Angelo, rij nou, jongen. Nou, dat begint al lekker. Dat was niet de troll van de trollrace, maar dat was de troll van Angelo. Dat was special effect. Ja, dat wel. Goed gedaan, jongen. Goed gedaan. Maar ik heb geen idee wat we hiervan kunnen verwachten. Voor nu is het gewoon rustig doorrijden.
Ik heb nog wel ergens in mijn verre herinneringen dat we ooit trollrace hebben gedaan dat gewoon een rechte drekrace is. Dus dit is al beter dan wat we eerder hebben gezien. Oh. Oh. Oh, ja. Ik heb een rij. Oh. Oh nee, hier begint het. Jongens, hier begint het achter. Dit is de troll, jongens. Ik dacht, waarom kan ik niet verder? En toen opeens dacht ik, wacht, het is een trollrace natuurlijk. Oh. Die zit ook dicht. Ja, die zit ook dicht. Ik zie het al staan. Oh nee, het begint nu echt inderdaad. Oh. Is dit het gewoon? Lukt het niet, vent? Dit is hem ook niet, jongens. Het kan ook zo zijn dat gewoon die aan de rechterkant wel. Dat is dus ook niet zo. Ja, oh nee, dat begint. Is het niet. Je hebt het gecheckt. Helemaal links is het, jongens. Ik ben er doorheen. Ik geloof Mike niet. Waarom geloven jullie me niet? Wat? Hoe heb je dat? Ik zag hem er doorheen rijden, maar hoe? Wat? Hoe ben je er doorheen? Aan de zijkant, helemaal aan de zijkant. Heeft een klein dingetje opgestaan. Ik ben eerder, doei. Komt hij weer terug. Waar. Goed gedaan, Mike. Niet tegen Rijn zeggen. Rijn is helemaal rechts, Rijn is helemaal rechts. Is dicht, is dicht. Go, 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 jongens. Oké, die hebben we. Volgende. Ik zie ook allemaal rems, jongens. Het wordt nog wel meer. Kijk in de lucht, ouwe. Oh my god. Zo niet zeggen tegen mij. Ja, inderdaad, jongen, 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 Angelo. Inderdaad. Ja. Want ik heb nog een 6e DNF nodig hebben, Rijn. Oh! Ja, er ligt hier een boost, jongens. Pas op. Ho, 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 ho. Hij is toch geen kerst, Mike? Het mag bijna weer, Mike. Oh, ja, dat is bijna. Het. Jongens, Angelo, dit wordt leuk. Moet je hier gaan staan? Jongens, door het midden. Ik zag die muur al staan, ouwe. Volgens mij moeten we omdraaien hier, staat er een bordje van. Nou, dat ook niet. Oh nee, dat is de troll inderdaad. Ik hoef niet om te draaien. Draaien. Go, 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 Mike. Ik zie mensen weer naast vliegen. Hier ligt sowieso ergens een boost hoor, Mike. Hier zit sowieso een boost. Ik ben bang. Oké, het zijn wel van die glibberige platformpjes, maar... Beetje driften. Jouw koplampen die komen eruit, dat is gaaf, ouwe. Oh, die van mij ook. We hebben dezelfde auto, laat maar. Ik heb niks gezegd, ja, ik heb niks gezegd. Oh, daar ligt de boost in het midden, pas op. Wacht, moet je... Oh, die moet je niet pakken, die boost. Ik maak geen grapje, want ik heb hem. Mike, kijk achter je. Mike, kijk achter je. Oh. Ik heb hem niet. Mike, ik geef je een tip. Als je net achter je keek, dan weet je waar je wel en niet moet draaien. Ja. Hé, hey, jongens, pak de boost maar, hoor. Ja, hij extra hard. Ja. Oh, netjes, netjes. Ja, ik denk het! Rijn, die knalde volgens mij tegen de muur aan! Er staat een knijtergrote muur op die ramp als je springt, dus je moet oppassen. Oh, mooi. Ik vind troll deze zo leuk altijd. Oké, ik pak helemaal links. Hey, als we dit snel doen, bro. Oh, wat is dit? Je past er niet eens op! Nee, Mike. Nee, Mike. Je past er niet eens op met je auto, ouwe. Oh, mijn god. Ja, ik pak de oranje, want ik heb ook een oranje auto, maar... Oh, dit is dun, jongen. Zo, nee, er zit een troll bij jou. Nee, wat doe jij? Bro, ja, die kreeg ik wel terug. Die Angelo, er zit daar een muur. Ik dacht, ik zeg het nog even, er zit daar een muur, ouwe. Er zit wel een muur, zeg. Ik wil gewoon oranje. Nee, nu niet meer, hoor, Max. Nee, maar ik kon knijthard over dat dunne stukje aanrijden. Echt? Ja, hij is heel... Je past er net maar op, dus je had geluk, jongen, jij. Ik zie overal een muur, Jan. Oh, echt? Ja, echt. Maar het is sowieso echt niet makkelijk om te halen, ook. Zit er niet gewoon een onzichtbaar stukje dan, of zo? Moet sowieso iets anders. Oh my god. Oh, wel als hier een muur zit. Ik zie geen randje dat er een muur kan zitten. Nee, ik wel hoor. Oh, wat? Ja. Wat is het dan, hè? Huh? Het is niet de eerste, het is niet de tweede, want dan zag ik een muur. Het is niet de derde. Dan pak ik rood hoor, ik weet het anders ook niet. Het moet toch één van deze zijn? Ik denk dat we nu echt bij de troll zijn aangekomen, jongen. Ja. En het ergste is, het is ook niet heel makkelijk om te halen, dus ik kan het niet even snel checken of zo. Is de tweede? Huh? Nee, de tweede is ook een muur. En dat helpt ook niet. Fuck. Kan je er niet... Oh, ik sta er nu naast. Mike. Sorry. Ja? Het is niet deze, kan ik je zeggen. Dan gaan we blauw proberen. Ja, dat is de enige die nog mogelijk is, maar... Gaat soepel hier, nummer 3. Gaat soepel, ja. Je hebt hem wel gered, hoor. Dit is mijn oog, vriend. Ja,
Oh, je mond dan, Max! Ik wist al dat het er was! Hou je mond dan, bro! Dan moet je niet verklappen dat die het is, ouwe! Ik ben helemaal stil. Ik zei tegen Mike een beetje communicatie dat hij ook zijn mond moest houden. En Max is er. Oh, dit is hem! Oh nee, dan staat hij me daar op te wachten ook. Oh. Ja, maar ik heb ook een streepje van de noemers. Nee, maar ik beuk jou niet. Nee, nee, ik hoor het aan je stem dat je me niet beukt ook. Maar les mee. Hey, rustig. Je hoeft me niet te beuken. Oh, yes. Ryan. Ja, ze hebben daar al moeite om te kwijt. Wie is die gele, ouwe? Wie is die gek? Wow. Nee, je haalt hem wel. Oh, Ryan. Oh, Ryan heeft hem ook. Oh, oh, kreeg hem te ver. Nee. Hey. Jongens, oh. Jongens. Ja. Wie is die blauwe? Die gaat ook helemaal... Oh nee, ik ook. Ja, ik heb het. Nee, er zit een muur. Ja, dat zeggen we, er zit een muur. Ja, dat is... Ja, naar links sturen, naar links sturen. Wat? Ik help je, ik help je, ik help je. Wie is dit? Ja, dat denk ik. Oh. Nee, ja, je haalt hem zo. Nu naar achter, nu naar achter. Nu naar achter en dan... stuur maar... Oh, Max, gewoon schuin gaan. Zo kan het ook. Zo kan het ook. Ik was aardig, bro. Ik was aardig. Oké, okay, nice. Yeah. Oké, okay, dan kunnen we naar de volgende. Alleen het punt is nu, yes, de twee yes, emmetjes, yes. M&M, Max en Mike, die zijn gewoon stiekem al aan het doorrijden. Ah, ja. Oh, nee! Ze waren links, ja. Oh, my andere kant. God. Ja? Echt waar, ik ga is het links of rechts? Succes, hè. Aan de rechterkant. Ik zie overal muurtjes, jongens. Maar hoe moet je bij dat blauwe dan langs? Vast. Oh, wacht, we kunnen... Respawn, we kunnen Mike volgen! Respawn, we kunnen Mike volgen! Ik heb hem. Hé, maar wat doen jullie moeilijk? Je kan hier gewoon langs, hè, jongens. Jullie nemen heel de verkeerde route, ouwe. Ja, maar ik denk eigenlijk... Oh, je deed het expres, Mike! Ja. Oh my god, ik zag het al. Ja, Max die kan sowieso zien hoe die moet rijden. Ik heb me niet je helpt me ook niet een keertje, hè! Jongen, jongen, jongen ook! Deze man, ouwe. Jij krijgt hem nog wel een keer terug, ouwe. Moet ik alles voorkomen. Oh, maar jullie rijden ook anders. Rij ik dan verkeerd of zo? Ja, ga nou even klassiek naar achter, Angelo. Mike, hup. Als je me duwt... Ja, ga je er eens even naar. Vieze... Laja. Ik ben... Kan je dit daar gewoon tussendoor? Maar, je moet even kijken hoe Mike het doet, want dan weet ik hoe die moet. Dat kan niet! Ah, of niet? Oh, Mike! Moet die wel zo? Kan je er niet ergens... Je zit met de trollen, hè? Nee, ik zit je niet te trollen. Max heeft hem er ook zo gehaald. Ja, dat... Oh ja, zo moet hij inderdaad. Thanks, bro! Thanks, bro! Je kan hem meer naar de binnenkant sturen, Mike, dat laatste stukje. Er zit daar geen muur. Kijk, oh. Ik wou het letterlijk laten zien. Kijk, wacht, ja. Angelo, wacht, kijk. Je kan er zo langs. Ja? Er zit daar geen muur. Zag je net wat ik deed? Kijk, ik help wel mensen, Max. Jij bent zo'n ego die eerste staat en die nu ja, gaat halen. Nee dan. Ja, lekker, let's go. Nee. Let's go. Ryan, nee. Ik weet niet waar jij ligt, maar. Volgens mij lig je een beetje achterin ergens te dollen. Ja, ik heb hem. Oké, Tibor heeft hem wel. Ik zie Max eraf vliegen. Oh, wacht, er staat hier een knijtergrote muur, maar ik kan gewoon langs. Links of rechts? Oh, nee! Ik kan er hier niet langs! Je helpt me! Links rijden, links rijden. Links. Ja, maar ik reed er heel oh, wacht, ik kan er zo langs! Op dat laatste stuk. Ik ben er langs! Dit is toch ongelooflijk, deze race. Ik vind het wel leuk. Hop! Ja, dit. Jongens, het is niet. Het is niet de linkerkant, jongens. Het is niet de linkerkant. Is het midden? Jullie zijn het aan het midden proberen, hè? Ik heb hem. Echt? Wat moet je doen dan? Ja, die spannend, hè? Die wilde niet luisteren. Oh, wacht. Jawel, er zit hier een klein rondje aan de zijkant. Dan kan je waarschijnlijk te lang. Jeetje. Kijk. Nomineer deze race ding, 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 oh. Ding. Mike, dat randje is niet heel lang, kan ik je zeggen. Nee, dat heb ik ook wel gemerkt. Oh, jongens, dat randje is trouwens heel kort. Ja, dankjewel voor de tip, hè, bro. Dankjewel. Oh, wat is wel een goede trollrace dit, hoor. Toch, Ryan? Nee, dit is echt een hele stomme race. Gaat er nou weer een DNF halen? Oh, are you kidding me? Bro, maar je hebt hem gewoon gehaald, Mike. Ja, ik heb hem gehaald. Ik ga over de checkpoint heen. Nee, ik moet dat stomme ding weer opnieuw doen waar Jan zit. Tjoo, hij is niet heel lang, Angelo. Pas op, pas op. Je moet er echt meteen na... Oh, hij is... Ik dacht dat hij... Nee, wat dacht je nou? Even een klein tikkie. Een klein tikkie? Bro, ik stuur jou een groot tikkie zo meteen op je mobiel, bro. Hop. Oké, ik doe aardig. Als enige van iedereen, samen met Angelo. Ja, nu gewoon gas geven naar rechts sturen. Niet...
Ik zei Orijn, het, ik, zei het. Ik ben de enige die aardig doet. Kijk, Mike die komt eraan gegast, hè. Ik heb het gezien, je moet naar die dingen naast je daar. Ja, naar ik heb hem! Oké, okay, maar nu moet ik dus niet over de checkpoint. Niet te hard, maar wel hard. Ja, maar ook niet te zacht, want dan haal je moet niet. En nu naar de rechts daar. Rim! Ik heb hem! En nu? Jan. Nu denk ik naar de rechts. Alles onder controle. Oh, ga je me nu wel een keer helpen, Max? Ja. Oh, kijk. Oké, zeg het eens. Deze. Hey, Max die gaat mij helpen, sowieso hij gaat trollen, ouwe. Nee. Oh, deze is het. Die is het. Oké, okay, so far so good. Ik vertrouw jou niet, man. Nou alles wat je mij hebt aangedaan, vertrouw ik je niet meer. Oh, deze is het. Ja, over de checkpoint. Oh ja, dank je, Max. Je vertrouwen is weer een klein beetje teruggekomen. Oké, okay, die hebben we. Awesome. Ik ga er weer overheen, wat is dit? En nu? We zijn bij het einde, bro. Zijn ze daar te falen? Ik neem gewoon het midden. En dan Sophie de bovenkant. Oké. Het was mooi geweest om dat te vasthouden. Ja, maar ik denk eerlijk gezegd wel dat het zoiets is. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dat je een beetje moet stunten. Oh, Ryan. Maar bij deze... Oh, bij deze moet je misschien links hoog of zo. Ja, zo ja. Oh! Nee! Ja, het geluk, jongen. Hey, Max, je had een beetje geluk, maar toch niet heel erg veel. Nee, niks. Ik zal hem even zo doen, ja, Max. Ik doe hem even zo als je jongen, neer. Jongen. Moet je goed engel pakken. Ik zag jou, weggaan, jongen. Hij was ook Mach 7 of zo. Oh, pas op daar, Wat? Oh, dus random nog even die finish. Oké, eerste plekkels, geheel op eigen kracht. Ik heb niet afgekeken bij anderen. Maar we gaan eens even kijken wat de rest is, want daar ben ik wel benieuwd naar namelijk. Nee, die andere kant. Oké. Oh, Thibaut is hier. Ja, dat is zo. En dan Precies hetzelfde. Ik had dat verwacht. Yo, maar nu weet hij wel hoe hij moet. Oh, wat doe jij? Maar niet zo. Niet zo. Ja, doe maar zo hoor. Doe maar zo, Thibaut. Ja, ga maar zo. Wat is hij aan het doen? Bro, wat ben je aan het doen, Thibaut? Wacht, de rest is er nu wel. Wacht, wie is die? Rijn, wat ben je aan het doen? Kijk naar Thibaut. Ja, ik vlieg er 10 keer overheen. Thibaut! Wat ben je aan het doen? Er ligt een boost! Wat moet je doen als er een boost ligt, bro? Oh, achteruit rijden. Oh my god, jongen. Deze man. Hij gaat hem 3 keer... Gaat hij weer vooruit doen? Doet hij weer vooruit? Nee! Ja, hond was Thibaut, je bent! Thibaut, wat ben je aan het doen, Thibaut? Ja, ik dacht niet. Is het bedtijd geweest of zo? Wat is dit? Jongens, ik zet hier vast. Jongens, ga nou eens even weg. Je moet hem achteruit doen, jongens. Oh my god. Nee, deze finish. Ben ik. Thibaut, die zit vast. Ja, Thibaut is je eigen schuld nu, hoor. Nee, nu is het echt je eigen schuld, bro. Ja, de DNF is begonnen. De Thibaut gaat nog een DNF aan het ook. Hij was in Mike. Mike, die heeft hem ook niet, volgens mij. Ja, ik heb hem. Oh, Mike, die heeft hem. Ryan, die heeft hem niet. Hij heeft hem weer niet. Oh, jongens. Jullie krijgen DNF. Thibaut zit weer vast. Thibaut. Jongens. Oh en Angelo die komt er ook nog even bij kijken, die wil bij het feestje zijn. Wat doet hij nou? Bro! En Ryan heeft de 6e DNF achter elkaar houden. Oh my god, wat was dit? Ja, maar mijn bumper stond te laag. Wat gebeurde hier, jongens? Ja, geen idee, mijn dingen die raar, mijn ja, auto. Ja, zou ik ook zeggen, bro. Ja. Daarbij zit deze video er wel weer op, dus mocht je hebben genoten... Rap dat natuurlijk zo'n keihard blijven, dat zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer. Check natuurlijk ook Max uit, check Mike uit, check Thibaut uit, check Ryan uit, check Angelo uit. Check de race uit, alles staat in de beschrijving. En hopelijk ook weer, tot de volgende keer. Doei. Bye. Doei.